Dus we moeten eigenlijk morgen in de warming-up kijken of we beide kunnen spelen. Uit voorzorg hebben we ze vandaag niet laten trainen, dat wilden ze eigenlijk zelf. Met de hoop en het gevoel dat ze morgen wel kunnen spelen. Waar heeft Dries Mertens last van? Ja, zijn lies. Dat was gisteren met schieten en het einde van de training. Foto laten maken, er was niks te zien. Dus, maar die gaat er wel vanuit dat hij kan spelen. Maar dat moeten we ook morgen zien. En de blessure van Mark van Bommel? Dat wil ik eigenlijk niet zeggen, want dan kan de tegenpartij daarop inspelen. Kom, trainer. Nou, hij heeft het al zijn rug. Waarom wil ik het eigenlijk niet zeggen? Ik heb een keer 100 jaar geleden tegen een speler gespeeld. Was een spelbepaler van Sparta, de middenvelder. Die trainde ze tegen mij binnen 5 minuten 2 keer op zijn rug springen. Nou, ik sprong de 2e keer, toen moest ik eruit. Dus. Genoeg anekdotes. Terug naar de wedstrijd van morgen tegen Ajax. Maar ja, in die wedstrijd moet je fit beginnen, anders doen we het niet goed. Het is natuurlijk toch een hele cruciale wedstrijd voor beide ploegen. Het is natuurlijk wel een topwedstrijd. Dus je denkt er natuurlijk wel aan, maar het is niet zo dat ik wakker van lig of zo. Ga er iets moois van maken? Ik hoop het wel. Is er tijd om in zo'n wedstrijd ook nog een beetje te genieten als voetballer? Tuurlijk, een prachtig stadion. Groot veld, dus je moet zeker van genieten. En het zou nog lekker zijn als je dan wint. Het is een mooie wedstrijd en die moeten we winnen inderdaad. Dat snap ik, maar hoe is het gevoel? Het gevoel is goed, leef binnen de groep, dus komt wel goed. Ja, en voor jezelf, je bent lekker in vorm de laatste tijd. Ja, iets te weinig goals, dus wie weet maken we er morgen een aantal. Dus als de kans is om aan te vallen, vallen we aan. We maken natuurlijk niet, al denken andere mensen, sommige mensen iets anders over. We maken het natuurlijk niet zomaar voor niks zoveel goals. En, dus dat heeft toch te maken met de manier van spelen.